Radio 1 hoorde het een grote investering die van 24.000 euro. Het technische hart is vernijd, het mengpaneel en alle kabels. Dit onder leiding van haattechniek Eddy Skaaf. Tienes Boomstra, vastzitter, is trots op die vrijwilligers en kennen we jaren vooruit. Want tienes de vraag wat hij hem precies al heeft vernijd. Het hart van uw radio, het wordt wel eens neemt, het hart de mengtafel. Is een van de belangrijkste dingen. En wij hier in de mengtafel die een liter 24 heel mooi dien had. En dat wordt een oud tijd om daar wat onder te doen. Want het begon toch wel tekenen van slitage te vertonen. En we kunnen het natuurlijk net permitteren dat de zaak stil komt te staan. Want dan is het helemaal gebeurd. Maar voor als je hier aan tafel bent om dit toch trots te zetten. Dan moet je wel weten waar je aan tafel bent. Want het is een enorme investering. De geruste van Sofie bekend uit de historie van Radio 1 horen. Maar goed, wij hebben machinaal hebben de zaak goed op de regen gezet. We weten donders goed waar we met de wanden binnen. Wij weten wat we in het spaarpot hebben. En wij hebben daarnaast hebben wij verschillende fondsen hebben wij ons kregen om te zorgen dat wij het totaal... Het was een monsterklus. Je hebt dus de techneuten die de kennis van zaken hebben, maar je eigen vrijwillig alle apparatuur pleegt. Jazeker. En daar binnen verschillende mensen met aan de west. Maar de hoofdrol, wie in feite wil bijlooien voor Eddy Skaaf en het Jebbe Witteveen. Daarnaast het Brian had ik zien oren hier instutsen. Gerard Nijkamp had hier regelmatig west. Theo Smit. En zo binnen nog een aantal die het regelmatig in de hand en spandiensten dingen haar. Zeker ik net de vierde, de kameraad van Eddy en het Jebbe, Erik. Misschien achternaam even kwijt. Maar ze zijn van moeras betiet tot de oren moeras betiet. Wien ze hier als een klus aan moest, dan gingen ze terug. Dan weer het dus net om 4 uur dienen of om 12 uur. Nee, de laatste sneeuwen moeras dat ze hier voor kwam, weer 4 uur. En om jou het zien ben ze weer, omdat we dan weer verder matten. Ja. Wij hebben nu uw studio Varnwander. We hebben in 2014 hebben we geïnvesteerd in de uitzendprogrammatuur. Dit hier in apparatuur, of het horen hier dan. En we maken dit hier, maar wij weer verder. De programma's staan, maar we willen verder. En wij hebben mensen nodig, vrijwilligers nodig, die u daarvoor helpen. En mijn naam, redactieleden, daar zitten wij om te gillen. Want wij maken verder, wij maken als lokale omroep, maar wij naaien eerst voldoen. In de takken maken wij nou een dagelijks nieuwsprogramma, wij maken nou televisie. Dat zijn gewoon de eisen die aan een licentie, uitzendlicentie verbonden binnen. Dus we hebben dit achter de rug. Wij starten nu mooi nieuwe projecten en wij hopen dat wij ons plan toch realiseren kunnen de komende tijd. Een oproep van mensen, niet vrijwilliger, stinken, dat lijkt het me wel. Wat zie je hem precies en waar moet de mensen gaan voldoen? Nou, wij zien je in eerste instantie, daar hebben we het meeste verlet van, dat binnen redactieleden. Dat bij mensen niet van hoe zuid het werkdwang kennen, maar eren en eren binnen voor de omroep. En zorg je dat het nijs, wederwaardigheden, dat die vertaald worden in een stukje tekst van de man of vrouw achter een microfoon. Dat is uw eerste, maar diezelfde mensen en diezelfde informatie kunnen we ook gebruiken voor televisieprogramma's van Nijs. Daarnaast is het zo dat wij wel verslagjouwers gebruiken kennen. Wij zijn in een gelukkige omstandigheid dat we weer 2 mensen achter de knoppen vonden, maar er kan nog wel een aantal bij, want die hebben eigenlijk nooit de volle. Want hoe meer mensen je hebben, hoe makkelijker het altijd van die oren wordt. Want het is wel een vrij grote belasting. 2 weken lang is er hut werken door de vrijwilligers van Radio 1 horen om de apparatuur te vervangen in de studio. Tjebbe Witteveen luidt uit wat er precies gebeurd is. De hele studio is wie verouderd. Hij wie dikke 24 jaar oud. Tuurlijk binnen langzaam we computers en oren ding bijkomen. We hebben de hele studio, alles hebben wij voorthellen. Dus iedere kabel is voor het west. Alles is vernijd. Dat wil zeggen een nieuwe mengtafel. Die kennen hier achter mij, Sjen. We hebben een nieuw automatiseringssysteem. Alle betreding overal tussen terug is nieuw. En we werken hier op dit moment op de nieuwste manier. Dat is audio over IP. Dat houdt in voor de meesten die iets van technische kennis hebben. Voor een vereniging alles over XLR en over kabeltjes. Nu gaat alles over netwerkkabels. Wij werken hier nu in een van de nieuwste, modernste studio's van Nederland. De tafel komt uit Amerika, het automatiseringssysteem GML, wat ik broek terug, hoor ik het regionale omroepen, zoals RTV Drenthe, Flevoland,
Ze hebben een BNR Nieuwsradio, oren werk ik, maar GML. Het is een prachtig systeem, maar een Nederlandse fabrikant. Waarom hebben wij JIF verkozen? Dat is omdat deze tafel mooi het automatiseringssysteem communiceren kan. Dus die kan met elkaar praten. Alles is digitaal. Dus degene die een mengtafel voor zich heen kennen, zit achter een ongelooflijk soort aansluitingen in. Hier gaan slechts twee kabels uit. Eén is voor de stroom en één is voor het netwerk. Als zal de stroom hier waar we nu zitten uitvallen, bloot uitzending gewoon er ook in. Wat hier achter mij loopt is niks meer dan een afstandsbediening. De ICT-romte, daar zit nou alles, daar gaan alle lijntjes naar daar en daar komt alles bij elkaar. En dat is just, er zijn weinig studio's in Nederland die maar deze setting werken. En plus het stukje, er zijn nog volle minder die maar audio over IP werken. Dat is eigenlijk een wat naïef fenomeen om het samen te zeggen. Nou, we hebben een hoofdtechniek, Eddie Schaaf, die is die hoeft maar een kabel te roeken en die weet waar er voor is. Nou, dat is bij mij wat minder, maar met hulp van Eddie Schaaf, nou, komt er ook wel wat. En samen met Eddie hebben wij in principe deze hele studio gebouwd, met Zitwaan. We hebben de hulp van een derde persoon die af en toe even kan helpen. Ik moest solderingen en dat soort dingen. Want alle kabels ben ik zelf soldeerd, aansluiten en uitzocht van wat waar hinnemaat en welk lijntje waar voor is. Ja. Nou, je laat meer dan een kilometer kabel in deze studio op dit moment. Dat is natuurlijk net in je kabel van een kilometer, maar daar ben een tientallen, honderdtallen kabels van al je volle liter afstand. Ja.